Ik sta hier voor een schilderij van Isaac Israels. Dat zien we hier, een prachtige geel-roze avondzon met op de voorgrond twee vriendinnen, twee Scheveningse vissersvrouwen. Een heel vlot opgezet schilderij, wat een van de topstukken is in onze veiling. Isaac Israels is een zoon van de net zo beroemde vader Jozef Israels. En u kent misschien de schilderijen van Jozef Israels. Dat zijn voorstellingen met mensen in donkere kamers en droevig gestemd. En als je dit ziet, dit is natuurlijk een heel andere uitstraling. Dit is een vrolijk schilderij en dat is typerend voor het verschil tussen Jozef en Isaac. Isaac Israels is de schilder van de levenskracht. En dat zie je hier ook. Twee jonge vrouwen, twee vriendinnen. Maar niet alleen Scheveningse vissersvrouwen. Ook mannequins, modellen, jongleurs, acrobaten, muzikanten. Al mensen die in de kracht van hun leven staan, die wist hij af te beelden. En op een overtuigende manier. Schetsmatig, maar krachtig. Dit schilderij is niet gesigneerd. Veel schilderijen hebben van hem wel een signatuur. Hier staat een atelierstempel op. Hij kwam te overlijden in 1934. Toen is er een atelierverkoping geweest en alle werken die daarin aanwezig waren voorzien van een stempeltje. En dat zien we dan hier. Dit schilderij wordt geveild op 8 september en heeft een richtprijs van 20.000 tot 30.000 euro.